Het experiment gesloten koffieshopketen, beter bekend als de Wietproef, is vandaag van start gegaan in Nijmegen. De komende jaren verkoopt de Nijmeegse koffieshops alleen nog maar legaal geteelde cannabis. Tijdens dit experiment van 4 jaar wordt er gekeken of een gesloten koffieshopketen goed werkt voor zowel de koffieshops, de consument als de gemeente. Op dit moment zit gemeente Nijmegen in de overgangsfase van de landelijke wietproef. In september start het experiment met een gesloten koffieshopketen. Legaal geteelde wiet wordt verkocht in de koffieshops. Nu eerst een periode om te testen of de telers voldoende diversiteit en kwaliteit kunnen leveren voor de juiste prijsstelling. Vanaf de teelt van de softdrugs tot aan de verkoop in koffieshop, dat je dat allemaal onder een officieel stempel, met een officiële vergunning gaat doen. Dat betekent dat er dus ook officiële telers gaan komen, niet schimmige criminelen, maar officiële telers die de drugs gesield in zakjes met nummers en zo goed te volgen naar de koffieshop brengen en die verkoopt het dan. En de overgangsfase is inderdaad dat we de legale producten en de oude producten samen nog mogen verkopen. En het experimentfase die begint pas als er voldoende voorraad is en voldoende kwalitatief goede spulletjes. Zodat we alle klanten in hun behoefte kunnen voorzien en dat de spulletjes niet op de illegale markt worden gekocht. Want de voorraad van de legale telers is voor de coffeeshops op dit moment nog onvoldoende. Er zijn slechts 3 van de 10 telers actief. Maar dan is het wel heel belangrijk dat we producten krijgen die aansluiten op de behoeften van de consument. En als dat niet het geval is, zal de consument toch zijn heil gaan zoeken in het illegale circuit. Ik heb met de koffieshophouders afgesproken, op 15 augustus steek ik eigenlijk de pijlstok erin. Als het dan blijkt, mede op de signalen die jullie afgeven, maar ook wat wij natuurlijk zelf horen, dat de kwantiteit, de kwaliteit, diversiteit, of 1 van die 3 of alle 3 tezamen niet op orde zijn, dan kan het zo zijn dat Nijmegen misschien alsnog zegt, daar gaan we niet starten midden september met het experiment, want dan raak ik echt letterlijk van de regen in de drup. Van een gedoogde situatie naar een legale situatie. Voor iedereen een flinke verbetering. Ik denk voor consument, voor maatschappij en voor ons dat het alleen maar voordelen biedt, mits het goed wordt uitgevoerd. Eerst nu maandag gaan we beginnen, dan kunnen we ook oefenen en dan krijg je ook vertrouwen. Dan zullen er ook wat meer telers gaan komen, zodat we half september ook echt klaar zijn.